Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups en Down. Vannacht hebben we een soort van horrornacht gehad. Jordi is echt veel wakker geweest. En hij is nu ook weer wakker. En eigenlijk hadden we een logo, maar die heb ik afgezegd. Want het was gewoon geen doen. Hij kwam al uit bed en het was al schreeuwen en doen, dus... Ja, nou is hij een beetje in zijn eigen wereldje. Maar dit hele euvel is eigenlijk een beetje begonnen. In het begin ging het overigens goed. De chirurg die Jordi altijd behandelt, die zei hij is nou 2 geweest. Dus hij kan over van de forelax... naar de gewone macrogolpoeder voor volwassenen. Nou is het zo dat hij 2 keer per dag 8 gram forelax kreeg. Dus dat is 16 gram. En hierin zit 13,7. En ik weet dat ik toestemming heb van de chirurg dat als dit niet afdoende is, dat ik altijd forelax bij mag geven. Maar wat ik deze week heel eventjes ga doen, is ik ga heel eventjes volledig terug naar de forelax. Hij gaat de hele week gaat hij gewoon forelax krijgen. En dan gaan we eens even kijken wat er voor een verschil aan te merken is. Want hoe het de laatste tijd gaat. En of dat het daardoor komt, ik weet het niet. Maar ik ga wel eventjes terug naar de basis. En eens even kijken wat voor een verschil dit gaat hebben met hem. Want ik weet het ook niet meer. Dit komt trouwens door Joef. Maar... Liam die slaapt nu nog. Jordi is dus hartstikke chagrijnig. Ik ben ook chagrijnig, ik ben moe. Vannacht bijna niet geslapen. Niels nog minder. Maar dat is het leven van een moeder, denk ik dan. En in principe is het zo bij Jordi dat... Het is even goed gegaan en nou begint het weer. De botox kan niet uitgewerkt zijn, dat kan echt niet het probleem zijn. Maar ja. Het zit hem gewoon even niet lekker in zijn buik. En dat mag en dat is prima. Hij heeft niet voor niks de stempel hier sprong, dus ja. Het is vrij normaal dat hij er last van heeft. Maar goed. Ja, eigenlijk had ik nu dus ons klaargemaakt voor de logo, maar ja, dat gaat dus niet door, omdat ik dat heb afgezegd. Ik denk ook dat als ik bij de logo was geweest, dat hij niet had meegewerkt. Er is wel iemand die nog slaapt hier in huis. Maar die ga ik zo dadelijk wel wakker maken. Ja. Het is nu 11:45. Jordi heb ik al in bed gelegd. Die ligt nu net 10 minuten erin. Die was zo chagrijnig en zo moe. Ik denk, ik krijg maar de fles en zoek het uit. Dus die heb ik in bed gepleurd. En Liam krijgt nu de fles, want die had trek. Dus, hè? Lekker flesje, hè? Wat heb ik de hele ochtend gedaan? Nou, ik heb opgeruimd. Ik heb fruit klaargemaakt, flesjes klaargemaakt, luiers verschoond. En ik heb heel veel gebeld. Want ik moet nog steeds bloed prikken voor mijn schildklier en voor controle voor de gastric bypass. En dat ga ik woensdag doen, maar daar moest ik ook afspraken voor maken. En bla 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 bla. Nou, allemaal geregeld. Toen ben ik ook nog voor Jordi gaan bellen, want wij zouden nog steeds een afspraak krijgen bij het audiologisch centrum in het Radboud. Hadden we nog steeds niet, dus daar heb ik ook voor gebeld. Dus al met al naar, ik denk dat ik wel dik een uur, anderhalf uur heb moeten bellen. In totaliteit. Is het nu tijd om Liam eten te geven en dadelijk zelf ook maar eens eventjes een boterham of iets te gaan eten. Hè? Mama, dit is bezig geweest, hè? Ja. En jij deed nog eventjes een half uurtje slaap te storen. Ja.
Dan hadden we ook nog Jordi, die deed ook nog zeuren. Maar hè? Nou, ik heb het allemaal weer doorstaan. Het is bijna middag. En ik hoop dat Jordi nou eventjes vanmiddag heel goed gaat slapen. Want mama is even Jordi beu. Dus, ik hou heel veel van het manneke en ik snap dat hij buikpijn heeft. Maar zoals altijd, dat als je ziek bent, dan uit je dat naar degene die het meeste lief hebt. En in dit geval zijn dat ik en Niels. Dus. Waar mama vandaag haar meeste tijd aan kwijt is geweest, is... Ja, daaraan. Ja. Oké. Had je goed gedaan, hè? Ja. Jordi, die heb ik vandaag 8 volle poepluiers verschoond. En zo'n 4 flinke scheetpoepluiers. En ik heb 18 luiers verschoond vandaag. Dus... Ja, tot nu toe. En we zijn, het is nu 4:55. Dus, 18 luiers. Dat betekent dus dat hij echt gewoon veel buikpijn heeft. Ik laat hem vandaag ook echt veel staan. Ik heb de tablet voor hem aanstaan. En dat is niet omdat ik lui ben, maar dat is gewoon omdat dat hem het beste helpt. Ik heb het hier ook met de fysio over gehad. En we zijn ermee bezig, maar niet alles gaat even snel. De buikpijn is bij hem een heel eind verbeterd. Ik ben nu ondertussen aan het koken. Liam, die wordt volgens mij zo wakker. En ja, Jordi heeft 1,5 uur geslapen of zo. Want hij had weer buikpijn. Dus ik heb het even op mijn eigen manier opgelost. Maar goed. Ik ga eventjes verder hier. Maar volgens mij moet Joef ook nog poepen. Dus ik ben vandaag poepmoeder. Poepvrouwtje. Zoiets. Nou, in ieder geval, ik ga even gaan met mijn hond naar buiten. Jordi en Liam hebben we gebadderd. En dat ging allemaal heel goed. En toen kreeg Jordi een fles. En toen ging hij naar bed. En lag slapen. En toen? En na een minuut of 5 begon hij te huilen. Schreeuwend, buikpijn. Nu zit hij in de box. En nou zit hij gewoon te spelen. Waarschijnlijk heeft hij daar een volle luier en dan kan hij naar bed. Ja. Daar hopen we op. Hij heeft vandaag echt veel gepoept, maar ja. Als er toch nog buikkrampen zijn, dan kun je er niks aan veranderen, hè papa? Mm-hmm. Maar ja. In ieder geval, Liam krijgt dus de fles zoals jullie zien. En ik ga hier wat dingetjes doen. De kindjes liggen eindelijk te slapen. Niels ligt daar op de bank. Ik heb de boel hier nog eventjes gepoetst. Want morgen heb ik een fysio met Jordi. Ik moest sowieso heel eventjes stofzuigen dweilen en alles erdoorheen. Maar ik en Niels die hebben een hele tijd al discussies gehad. En ik zeg iedere keer als hij iets uit de oven wil, ja, maar dat gaat niet, want de kinderen die moeten eten, want we hebben zo'n combi oven magnetron. En ik zeg de kinderen moeten eten en dat gaat niet en bla 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 bla. Nou, wat heeft Niels nou gisteren voor mij besteld? Niels heeft gisteren voor mij een magnetron besteld. Dus die heb ik maar eventjes mooi een plekje gegeven, want die is vandaag binnengekomen. En dus heb ik geen smoesjes meer, dat ik het toch allemaal moet maken. Dus als Niels kip uit de oven wil... Alles voor de kip, hè? Precies. Niels die moet altijd kip uit de oven, vindt hij lekker. Ik ga lekker mijn bedje opzoeken, ik denk Niels ook. Ja. En Joef die zit nog tussen de benen van Niels, want... Hè. Die hond die denkt bij zijn eigen, dan hoef ik niet mijn bench in. Maar toch gaat ze de bench in. Ik ga heel eventjes koekje pakken voor haar. En dan weet ze ook wat ze moet gaan doen. Want dat heb ik ze geleerd.
Je hoeft in je bench. Jawel. Je gaat wel in je bench. Kom. In je bench. Ja. Houd je een koekje? Bench. In je bench. Even in je bench. Geplast? Weet ik niet. Heb je hier geplast? Ja, een paar incontinentiedruppels. Maar goed. Oh ja, mijn tante noemde dat stressincontinentie. Maar goed, Joef zit lekker al op de slaapplekje. Ik ga dit nog heel eventjes opruimen. Eventjes de dweil eroverheen. Ik heb altijd een vochtige dweil hier staan. Zodat ik gelijk alles op kan doen als er iets ligt. Maar ik ga nu mijn bedje in. Niels die zal zo dadelijk wel nakomen. Dus, welterusten allemaal. Een hele goede morgen. Jordi is beneden met de fysio aan het oefenen. Ik zit boven. Want, dan kunnen we even kijken hoe Jordi reageert als ik er niet bij ben hier thuis. Dus ik ben mijn was aan het vouwen. En ondertussen deze grote vent aan het entertainen. Ja! Yeah. Ik heb hem vanochtend wakker moeten maken hoor. Vond hij niet zo leuk. Hè, jongen? De fysio is geweest. Liam ligt in de box. En Jordi is nu lekker een boterhammetje aan het eten. Met kruidenkaas. Is lekker hè, jongen? Ja, pa? Jordi had dus fysio gehad, alles ging heel goed. En ja, hij is nu lekker een bammetje aan het eten. Liam zal zo wel een flesje willen. En dan is het alweer bijna middag. Tijd vliegt. Dus. Je hebt hem al bijna op, hè? Ja. Toch wel lachen. Fles drinken is een hele serieuze aangelegenheid, hè? Ja. Alleen als ik ga praten, ga je zitten lachen. Ja, tuurlijk. Ga jij verder met je serieuze aangelegenheid? Dan gaat mama verder tv kijken. Ja? Gaan we dat doen? Moet je niet gaan lachen, hè? Moet je niet gaan lachen, hè? Jordi ligt lekker in bed. Liam, die ligt hier langs me. En mama is eventjes pauze aan het houden. Hallo. Oh, is dit er ook een serieuze aangelegenheid tegenwoordig? Oké. Okay. Ja, oké, is goed, toch? Ja, nee, is goed. Doe maar door, tutteren. Dus, we zijn vandaag alleen maar serieus. Doet, doet. Oké. Okay. Nou, ik ga eventjes verder pauze houden. Ik ben nu bezig met eten koken. Jordi heeft weer ontzettend veel last van buikpijn, dus ik weet niet hoe het gaat lopen. Maar ik had Liam in de box neergelegd. Ik denk, dan kan hij een beetje speulen. Nou, dit is er van overgebleven. Hij heeft hier de sleutels om zijn arm zitten. Een knuffel. En hij heeft ook nog een tut gevonden voor in zijn mond. En Jordi die is aan het waterballetten gegaan, want die heeft zijn drinkfles te pakken gekregen. Iets wat hij niet wou. En toen had hij alles nat gemaakt in de box, dus ik heb verschillende tegels eruit moeten halen. Om het droog te krijgen. Dus deze guppenkop heeft dus even ervoor gezorgd dat hier een waterballet was.
Wil jij nog een stukje koek? Ach ja, zo blijven we bezig, hè? Liam krijgt nou lekker tomaatjes. Ik heb gisteren tomaatjes gemaakt. Dat is lekker. Dat zijn lekker tomaatjes, hè? Hij is heel blij met tomaatjes. Ja, hij is helemaal blij. En als hij niet genoeg krijgt, dan gaat hij zeuren. Ja, tomaatjes! Lekker! Jordi heeft net zijn flesje gehad. En die gaat zo dadelijk lekker naar bed. Ja, is volgens mij nog schone lijn. Ja. Gaar hem, die buikpijntjes van hem. Maar. Er wordt aan gewerkt. En hier ligt er eentje te maffen. Dus er wordt weer een latertje voor hem vandaag. Een kusjesaanval. Garm, laat die hond maar rust. Lukt het. Nou is het klaar, Joef. Joef. Liam, die zagen jullie straks dat hij sliep. Joef. Joef is een beetje druk. Klaar nou. Nou weten jullie gelijk waarom die Joef heet. Jullie zagen straks dat Liam nog te slapen en die hebben we straks om 9 uur even wakker gemaakt. Ze hebben even een ander rompetje aangedaan. Fles in zijn mond. En toen was het verder slapen. Net zijn moeder. Sorry, wie slaapt hier altijd? Volgens mij ben jij daar hoor. Tuurlijk. Nee, maar wie slaapt hier altijd uit? Ik slaap niet altijd uit. Jij ligt meestal langer in bed dan mij. Ja, maar dat komt omdat jij moet gaan werken en jij klaar moet maken. Ik heb meestal tijd genoeg om rustig op te starten. Ja. Oh ja, nee, het is goed met jou. Maar Jordi die is nog een keertje beneden geweest. Die heb ik nog even luier verschoond, want die had nog een volle poepluier. Ja, volle poepluier, halfje. En die is uiteindelijk terug in bed gegaan en die ligt te slapen. En Liam ligt nu ook nog steeds te slapen, dus wij gaan ook ons nestje in. En hopen dat wij ook kunnen slapen. Dat hij vannacht gewoon doorslaapt. Dus, dat. We gaan ook tevens deze ups en downs afsluiten. Wilt rusten. En bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Tot de volgende.